een nieuw gezicht vandaag voor de A-selectie van DVS 33. Krelis, welkom. Bijzonder moment vandaag, je eerste training bij de A-selectie. Hoe beviel dat? Ja, op zich, het was warm. Maar goed, met deze jongens, met deze groep moet dat kunnen. En ja, je geeft je eigen 3 wedstrijden van 9 of 10 minuten. En daarin doe je alles. En dan dat doe je met de hele groep uiteraard. En dan moet je zorgen het beste ervan maken. En dan, ja, voor een eerste keer ging het wat mij betreft niet slecht. Al is dat natuurlijk altijd aan de trainer. En je zegt een eerste keer. Betekent dat je vanaf volgend seizoen ook gewoon vast deel gaat uitmaken van de eerste selectie? Ja, het is uiteraard wel de bedoeling. Zoals net al gezegd, het is aan de trainer en aan de vereniging. Maar wat mij betreft is het prima. Ik heb er naartoe geleefd. Ik heb mijn best gedaan. En ik hoop dat de trainer zijn vertrouwen wat hij heeft uitgesproken de afgelopen weken, maanden, dat het ook na vandaag nog naar voren is gekomen. Uiteraard heeft hij wel meer gekeken, wedstrijden gescout, video's teruggekeken. Hij gaat ook niet over 1 nacht ijs. Een club, wijze mensen die hem ondersteunen. Ik denk en ik hoop dat het goed komt. Hey, want je zegt, er wordt aan alle kanten is er aan je getrokken. Hoe is dat gegaan tot aan nu toe? Zijn er veel gesprekken geweest, andere clubs? Hè? Hoe loopt zoiets? Ja, ik heb 4 jaar in het buitenland gezeten. Ik heb daar gewerkt, ik heb daar bij de verenigingen daar in de buurt gespeeld. En ja, de geruchten gingen al langer dat ik waarschijnlijk weer terug zou gaan. Richting Nederland, richting Ermelo. En ja, die geruchten gaan, dan gaat de geruchtenmolen op gang. En dan spreek je in de wandelgangen mensen, ze polsen bij je vrienden. En uiteindelijk dan sta je hier. En dan komt er een telefoontje van de trainer van doe de laatste training mee, zodat we volgend seizoen, dat je er al een beetje bij hoort? Ja, nou het was eigenlijk anders. Ik was toen wel even met wat vrienden op terras aan het drinken en de trainer benaderde me afgelopen zaterdag. Hij zegt, joh, het is nu echt tijd, we hebben al vaker gesproken, maar nu moet het nou echt gebeuren. Ook ja, zodat aan het eind van het seizoen dat de rest kan zien van joh, waar, met wie krijgen ze volgend jaar te maken. Natuurlijk ken ik de meesten wel en ze kennen mij. Maar dan om toch een keer mee te doen, ja, dan is dat dan is het leuk en dan is het goed om dat op een informele manier toch te beginnen. In plaats van in de voorbereiding volle bak. Zodat die jongens ook niet allemaal gelijk bang hoeven te worden voor hun plek. Want wat is een beetje je ambitie? Ik bedoel, je speelt nu 15 jaar seniorenvoetbal, toch vaak wat lagere elftal. Dan verwacht je gelijk vaste waarde te worden? Ja, het is aan het trainen. Wat verwacht je? Ik bedoel, ja, de club was gretig vandaag. Ze gingen ervoor. Maar ja, je doet je stinkende best. En ik denk ook, ja, ook op de bank of in de kleedkamer kan ik van meerwaarde zijn. Je moet het team ondersteunen op de plekken waar het kan en waar je er goed in bent. En als de trainer beslist, joh, het is beter dat je gezellig een biertje drinkt met die jongens dan dat je speelt. Dan is dat uiteraard zijn keuze. En dan moet hij dat zo doen. En ik denk als Bert beslist van, joh, daar ligt jouw kwaliteit, dan denk ik dat hij daar misschien best gelijk in kan hebben ook. Want je geeft aan, je bent een echte teamspeler. Dat heb je alle niveaus, heb je altijd, al de jaren heen heb je dat bewezen. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom zak jij nooit door de ondergrens? Ja, waarom zak je nooit door de ondergrens? Ja, je doet het als team. En ja, ik heb mijn kwaliteiten. De team heeft zijn kwaliteiten. Ik bedoel, aannemen, dat is nou niet mijn beste kant. Dat weet ook iedereen. Maar ik kan wel zo slecht aannemen dat de bal bij de ander op de stropdas komt. Ja, en als ze dat weten, dan nemen ze hem aan, dan geven ze hem diep, dan ren ik. En ja, dan zorg je dat je die bal voor kan geven op je maatje. Die hoeft hem dan binnen te lopen. En ja, dan is het een teamprestatie. En ik doe mijn stinkende best voor het team. En ja, de ondergrens. Iedereen zakt wel eens door de ondergrens. Maar met elkaar pak je dat op en dan komt dat gewoon goed. Hey, 2 vragen nog. Ambitie voor volgend seizoen. Er staat volgens mij verderop in het jaar nog een leuke afsluiting voor de senioren te wachten. Kan je daar wat over vertellen? Ja, de ambitie voor volgend seizoen is voor mij om het eerst een vaste waarde te worden. En dan ja, zo hoog mogelijk. Dit jaar dan net geen na-competitie. Volgend jaar ja, zou mooi zijn als je het haalt. Het zal nog mooier zijn als je het voorkomt. Maar dat wordt erg lastig. Maar een na-competitieplek volgend seizoen, dat zal met deze groep moet het lukken. En lagere seniorentoernooi, kan je daar nog wat over vertellen? Ja, dat doe ik al jaren. Ik ben breed betrokken bij de vereniging. Niet alleen bij de lagere senioren of alleen bij het eerste, maar juist alle twee. Het is een vereniging, je doet het met elkaar, voor elkaar. Ik organiseer dat al een aantal jaren met Richard Bakker en Bas Lensing. En op 9 juni hopen we daar weer een leuk toernooi van te maken. We hebben 6 damesteams die meedoen en ik meen een 15-tal herenteams. Waaronder mijn team uit Duitsland waar ik 4 jaar gespeeld heb. En nog wat teams uit de regio.
En dan is de bedoeling dat we daar vanaf een uur of 10 tot een uur of 3:30 een potje ballen. Of 2:30 zelfs, geloof ik. Daarna een biertje drinken op het terras. En het seizoen op een leuke manier afsluiten. Egbert komt langs, de zanger. Entertainment krijgen we dus sowieso. En dan hoop je dan met z'n allen wat voor te maken. En ja, vanuit deze, ook namens heel DVS 1, de A-selectie, de B-selectie. Willen we ook iedereen van harte uitnodigen om daar langs te komen. Te komen kijken, aan te moedigen of gewoon een biertje te drinken. Want ambitie, voetballende kwaliteiten en gezelligheid, dat gaat hand in hand. En het afgelopen jaar, aankomend seizoen, is het weer de ambitie en de prestatie die zegeviert. En nu moeten we het gewoon, dat toernooi gaat om de gezelligheid. Goed afsluiten. Zijn er nog mensen uit je oude elftal, voorbeelden, mensen die je wil bedanken, hè, nu je die overstap maakt, afsluitwoord? Ja, ik wil eigenlijk, als ik nu mensen ga bedanken, dan denk ik dat ik mensen oversla die ik tekort doe. Ik bedoel, ik draai al vanaf de jeugd mee en nu komt die stap. En dan, iedereen. Niet alleen binnen mijn elftal, maar ook de hele vereniging. En ik, zonder mensen tekort te doen, ik begin daar niet aan. Ik vind het zonde om mensen over te slaan, dan krijg je scheve gezichten. Het gaat erom dat je met z'n allen, met de hele vereniging doet. Bedankt. Graag gedaan.